Denise Meijer, je hebt de series gelopen van de 400 meter. Hoe ging het? Ja, nou, het ging heel slecht. Nou ja, heel slecht. Het ging gewoon niet goed. Niet zoals ik wilde, maar dat ging het hele seizoen al niet. Ja, mijn start was gewoon slecht. Ik trok hem wel weer goed door, maar het was gewoon niet genoeg. En ja, ik ben geëindigd met een tijd van 58 en daar ben ik totaal niet blij mee. En is dat nou een van je snellere tijden dit seizoen geweest? Ja, dat wel. Dat wel. En strijd. Nou ja, in ieder geval ligt de piek wel hier, maar ik kan me voorstellen dat je met een beetje, vervelende gevoelens hier staat. Ja. Wat had jij het liefst willen doen vandaag? Gewoon 56 lopen, gewoon zoals het hoort. Ja. Want wat is je PR? 57.01, maar die is van 2 jaar geleden, dus ja. Ik heb wel het gevoel dat er meer in zit. Om, er zit ook veel meer in, maar het komt er niet uit. Ja. Ja. Hoe is de aanloop geweest naar deze wedstrijd toe? Dus heb je afgezien van de wedstrijd, heb je goed kunnen trainen? Ik heb zeker goed kunnen trainen. Er zat ook wel verbetering in mijn trainingen qua snelheid en qua techniek. Ik heb wel een minpuntje gehad. Na de vorige wedstrijd, dus vorige week in Gent, ben ik ziek geworden. Dus dat is een minpuntje, maar ik ben nu wel fit genoeg om hard te lopen. Maar... Ja. Het is niet voor. Wanneer gaan we die snelle tijden van jou zien? Outdoor, sowieso.